Hallo, vandaag ga ik jullie leren hoe je klei kunt maken. En dat maken we dan van brooddeegklei. Er zit heel veel zout in, dus je kunt het niet eten. Wat heb je nodig? 2 kopjes meel. Je hebt, dat moet bloem zijn en geen zelfrijzend bakmeel, want dan gaat het omhoog komen. Dus dat heb je niet nodig. 1 kopje zout, 1 kopje water, 1 theelepeltje olie en dat ga je mengen. We beginnen met 2 kopjes meel. Eén kopje zout. Dat roer ik een beetje door elkaar met een vork. Daar doe ik een beetje olie bij. En ik doe 1 kopje water. Dit roer ik door elkaar. Ik doe er nog een beetje meel bij. Een beetje meel. Is het nou te droog, doe je er nog een beetje water bij. Is het te vochtig, doe je er nog een beetje meel bij. En zo krijg je klei waarmee je allerlei leuke dingen kunt maken.